een beetje als afkicken. Hè? Als je dit toch terug ziet zelf, dan kom je toch niet meer. Als je zou kunnen meten hoeveel keer per dag ik mijn socials open, nou, dat je echt kapot schrikt. In de serie Offline ondergaan 5 kandidaten met een extreme smartphonebehoefte een digitale detox. 72 uur lang brengen ze door zonder hun mobiele telefoon. Waar lopen de kandidaten tegenaan en welke tips heeft psychologe Neshla voor ze? Je ziet het in Offline. De minuten zonder smartphone tikken weg. Voor de een een openbaring, maar voor de ander een heel confronterende ervaring. Wat als je niet meer weet hoe je de wereld om je heen zonder schermpje moet beleven? Het voelt een beetje als afkicken. Hè? En afkicken dat zorgt ook weer voor even wat onrust in je lijf. Ik heb hier ook geen boek of ook geen televisie, dus ik heb nul afleidingsmanoeuvre. Ja, wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Veel mensen hebben ineens zee van tijd over wanneer ze hun telefoon wegleggen. En uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die continu met hun telefoon bezig zijn, heel veel last hebben van stress. Nou, wat ga je dan doen in die loze momenten? Ga dan lekker ontspanningsoefeningen doen of sporten, want dat zorgt er juist weer voor dat de stress afneemt. Ik ben op weg naar plus-size model en vlogger Lottie. De creatieve duizendpoot die voor haar werk en privé altijd online wil zijn. Ik heb een videoboodschap bij me van een goede vriendin, die haar wellicht wat steun kan geven. Daar hebben wij iemand gevraagd uit jouw omgeving. Nee, jongen. Om reactie te geven. Nee, je maakt ook een grapje. Ik pak er eventjes bij. Oh! Lekker tot rust komen in Otterlo. En daar hoort natuurlijk ook een beetje bij dat je misschien iets minder vaak je telefoon checkt. En ik weet hoe moeilijk dat is. Je zit nu op de Veluwe. En als je goed gaat kijken, dan zie je misschien wel een wild zwijn lopen. En dat zijn allemaal dingen die je mist als je de hele tijd met je hoofd in je telefoon zit. En ik verheug me op de verhalen. Goeie vriendin van je, ze is super lief voor je. Ja. Gaat het je helpen? Ja, ik vind het heel gaaf dat ze heeft gedaan. Ja, tuurlijk. Ja. Maar wat moet je nu gaan missen eigenlijk? Hoe ziet normaal jouw telefoongebruik eruit? Ja, heel eerlijk wel vrij ernstig. En ik denk dat feitelijk dat je schrikt als je zou kunnen meten hoeveel keer per dag ik mijn socials open. Nou, dat je echt kapot schrikt. Maar stel dat je nou bijvoorbeeld wel eens wakker wordt in het midden van de nacht. Pak je ja, je telefoon? Ja, dat kijk ik ook. Ja. Ik kijk altijd. Dus je wordt 4 uur 's nachts wakker? Ja, kijk ik. Op je telefoon? Ja, en dan kan ik ook een berichtje terugsturen. En dan zeggen mensen wel eens, hè? 4 uur? Je bent echt altijd online. Slaap je wel eens ooit? Dan denk ik, ja, wel eens ooit. Het slaat nergens op. Het is echt wel een beetje junkgedrag in dat opzicht, vind ik. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Mijn angst is een beetje dat als we zondagavond die telefoon terugkrijgen, dat het dan gewoon weer als normaal, meteen als een junk. Ik denk dat dat gevaar loert. Maar het houdt me wel bezig. Ik wil hier wel iets mee. Dat is wel mijn missie. Of het lukt, weet ik niet. Maar nou ja, de bewustwording is er. Ik denk dat het weer tijd wordt voor wat afleiding voor iedereen. Dus heb ik een oplaadkwartier geregeld. En nu is niet voor een telefoon, maar voor het lijf. Je hoeft niks te doen eigenlijk. Je hoeft zeker niet je best te doen. Je hoeft niks te bereiken. Gewoon lekker even een beetje bewegen en kijken wat dat je brengt. Ik ga eerst maar even een beetje rekken zo. Je kan nog je een paar keer omdraaien en dan trommel je dat bot even. Dan ga je zo langs je bekkenrand en sla je knieën over en dan ga je naar je onderbeen. Dus juist als je veel bezig bent met schermen, je smartphone, je laptop, noem maar op, dan ben je ook heel druk in je hoofd vaak en dan vergeet je dat je een lijf hebt. Het is inderdaad dat je met iets bezig bent wat je normaal niet doet. En dan ga ik met mijn zipbot van voor naar achter over mijn vingers. Dus ik laat eigenlijk dat bot gewoon een beetje heen en weer glijzen over mijn vingers. Een paar simpele oefeningen en je voelt gelijk resultaat. Of een lichte bal. Een lichte bal, zo. Een beetje dribbelen, een beetje door je knieën. Ik weet niet of het werkt. Maar het is toch wel leuk om naar te kijken. Ja. Als je dit toch terug ziet zelf, dan kom je toch niet meer. Nou, ik hoop dat jullie een beetje opgeladen zijn zo, naar dit kwartier. Veel plezier daarmee. Ja. Ik vond het wel een lekkere, ontspannende ervaring, zeg maar. Ja, want mijn lichaam voelt iets lichter en dus minder zwaar. Dus ik heb wel het idee dat mijn batterijtje een beetje gevuld is. Zo. Nou, ik weet niet wat jullie ervan aan het doen waren, maar het zag heel ontspannen uit. Ja? Ja. Was het ontspannen? Nou, heel eerlijk, in het allerbegin, maar dan echt heb ik het echt over de eerste 30 seconden, dacht ik, oh nee.
oh nee, dit is vast iets zweverigs, is niks voor mij. Dus ik schoot meteen in een soort weerstand. Vrij snel, ik weet niet meer waar we mee begonnen. Voelde je heel duidelijk verschil. En toen dacht ik, dit klinkt ook zweefteverig trouwens, maar oh wacht, ik zak weer in mijn lijf. Je zakt weer in je lijf. Dat is inderdaad vrij zweverig. Ik dacht, als ik dit zeg, dat komt nooit meer goed met mijn beeldvorming. Maar... En dan, ga je dan dit soort oefeningen ook vaker doen? Ik weet niet of ik op een krukje met een matje ga zitten, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat ik bijvoorbeeld even mijn schouder zou vast kunnen pakken of dit. Weet je, gewoon even het online komen, maar dan in je lijf. Dat heb ik mooi gezegd. Online komen in je lijf. En ja, hoe voelt dat nu, op dit moment? Ja, dat is echt super gek om te zeggen, maar als je me nu de keuze zou geven, Lottie, mag hem terug of blijf bij ons, dan zou ik hem nu niet terug willen. Serieus? Ja. Misschien is dat het. Misschien die telefoon geeft mij het gevoel dat ik steeds iets moet. Ja, ik moet even reageren. Nee, dat kan ik niet maken. Ik moet even reageren en ik hoef helemaal niks nu. Uit onderzoek blijkt dat heel veel mensen last hebben van schuldgevoelens wanneer ze niet direct reageren op telefoontjes en berichten. En schuldgevoelens komen juist weer voort uit hoge verwachtingen aan jezelf. Stel jezelf dus de vraag of je ook zo streng bent voor een vriend of vriendin wanneer die even niet antwoordt. Nou, dat antwoord is vaak nee, dus geef die ruimte ook aan jezelf. Weet je wat we nu kunnen gaan doen? Nou? Even wat gaan drinken. Even enig. Wat drink je? Bier, wijn? Wijntje? Wat wijntje? Ja, laten we dat doen. De kandidaten zitten bij elkaar in een huisje. Het is straks tijd om te gaan slapen. Dan ben ik heel erg benieuwd hoe ze morgen weer wakker worden. Lieverd, kom op. Kijk eens wat vaker van het scherm en kijk eens om je heen.